Is begonnen om amateurgezelschappen de kans te geven aan promotie te doen in een professionele omgeving. Het is eigenlijk de start van het amateurcultuurseizoen in Breda. Dus de gemeente huurt nog steeds voor ons dit weekend het Chassé Theater. Is combinaties. Dus een klassiek orkest, een operette, een nieuw operettegezelschap en een Spaanse dansschool. Normaal gesproken zeg ik wat een malote combinatie, maar het heeft wel iets. Je ziet dat in de hele theaterwereld, amateurs, er wordt steeds meer verzonnen om crossovers te maken. En echt, wat mij zelf betreft, wij zijn daar echt mee begonnen toen de tijd met de Bredaanse Revue. Ja, dan praat ik over eind jaren 80. Dat we gezelschappen bij elkaar haalden en hier een echte theaterproductie in Concordia gingen wegzetten. Die binnen een paar jaar duizenden bezoekers trok. Prachtig. Yeah.
verenigingen, die willen er gewoon aan meedoen. Het is leuk, ze kunnen in het grote theater op het podium staan, wat ze anders niet kunnen als ze dat zelf moeten betalen. Veel te duur in hun beleving. En dus ja, zo komen we elk jaar 90 tot 100 deelnemers. En met deelnemers bedoel je gezelschappen, hè? Want ja, veel meer deelnemers neem ik aan. Ja, tussen de 2700 en de 3000 elk jaar. Ja, dat is wel een ander aantal. Hè? Ja, dat is wel een aantal. We lopen een beetje rond in het chassé en ik kom hier tegen iemand van het Theaterfestival Breda. En die mag mij nu gaan uitleggen wat dat is. Ja, zeker. Het Theaterfestival is een festival dat één keer per jaar wordt georganiseerd in Breda. Waar alle bij de ATOP, dat is de vereniging van de overkoepelende vereniging van alle amateurverenigingen, toneelverenigingen in Breda. En de ATOP organiseert één keer per jaar een theaterfestival waar al die verenigingen aan meedoen. En dat is verspreid over 4 dagen. Er zijn bij het ATOP zijn 13 verenigingen aangesloten. Die spelen niet allemaal op het festival, maar er zijn er 9 die spelen, 3 op elke avond. Het is echt de moeite waard, dames en heren. Komen kijken. Theaterfestival Breda in het chassé. Hey, hey. Yeah. Chassé dat je wil horen. Nog steeds het grootste doel van de amateurgezelschappen werving of ook gewoon publiciteit? Publiciteit. Een aantal verenigingen maakt er ook driftig gebruik van. Want wij mikken steeds meer op de jeugd. De jeugd is duidelijk de toekomst en die moeten hier ook vertrouwd mee raken. Hier optreden, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want mogen jullie zelf bepalen wanneer dit weekend is? Nee, dat bepaalt de directeur van het Chassé Theater. We zijn niet voor carnavalsbands, hè? Dat niet, maar verder kan er hier heel veel gebeuren. Thank you.